We zijn in Zhangjiajie. Ja, dat mocht jij zeggen. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar... Ja. En het lijkt... De Efteling de wel. De Efteling wel hier. De Chinese variant. Maar dat is het niet. Chaos hier. Het is dus een national park, waar de film Avatar is opgenomen, onder andere. Je hebt hier bergen van... Of een soort gesteente van meer dan 200 meter hoog. En er is van alles te zien en te doen. Heel veel hiken, allemaal kabelbanen. Ja. En we zijn hier 2 volle dagen. En ik denk dat het wel leuk is als we dit op beeld vastleggen. Want wat we gezien hebben online is wel heel mooi. Ja. Ik vind het wel een beetje te miezeren. Ja, het is niet echt al te best weer. Ik dacht dat we weggaan, wordt het weer stralend weer hier. Dus dat hebben wij weer. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar binnen. Let's go. Een klein stukje met de bus om eerst naar de kabelbaan te komen om naar het uitzichtpunt te gaan. En we wisten al wel een beetje dat Chinezen gek zijn, maar vandaag is het echt bewezen, want mensen gingen echt rennen naar de bus. Echt rennen alsof hun leven ervan afhing, terwijl er stonden wel 20 bussen te wachten, dus ze kunnen allemaal makkelijk mee. Je moest dus nu eventjes kaartjes kopen voor de kabelbaan. Want je moet dus entree betalen voor het park, maar ook voor de kabelbaan moet je dan weer apart betalen. We moesten net €25 per persoon betalen om hier naar binnen te gaan van het park. En dat is al best wel prijzig voor hier in China. En hier moet je dan denk ik weer een paar euro betalen om naar binnen te gaan. Maar het is wel waard. En hoeveel was je hier nog voor kwijt? Hè? Hoeveel was je hier nog voor kwijt? 72 per persoon. Dat is ook nog meer dan 6 euro. Ja. Ik heb net al verteld dat het €25 entree is en dat dat voor China best wel veel is. Maar we gaan nu dan naar boven. De kabelbaan in. En dan... hopelijk is het mooi. Als het aan de drukte ligt, of als we het af moeten wegen aan de drukte, dan moet het wel mooi zijn. We hebben onze eigen. Hé, ik ben er niemand. Hé, maar wie had gedacht op de sofa? Want dit is al de derde keer. In een maand. In een gondel zou zitten. Echt niemand. Zal ik even laten zien? Ik kan het dus met mijn hoofd gewoon niet bij. We zitten op een afgesloten park. Daar moet je entree voor betalen. Geen auto's, alleen die speciale bussen. Maar het is wel gewoon een McDonald's. En niet een kleintje, echt een hele grote. En ik hoorde net dat er ook volgens mij een KFC ergens zit in dit park. Nou, we gaan met dood. Je vrouw maakt even nog een foto van ons. Rustig ook wel. Heerlijk. Chinezen doen dus alles in groepen. Zo ook hier. En ze hebben allemaal een eigen gids. En die heeft dan per groepje zeg maar, een microfoon met een luidspreker aan zijn lichaam. En wij horen hier dus 20 van die groepen door elkaar heen. En het is echt chaos. Het is trouwens wel super mooi hier. Maar wel echt weer te druk. Ik heb een paar dagen. 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 Ik heb een
sluiten van dit park is zoveel moeilijker dan we hoopten. Joost heeft hier dus een kaart. En nou, het is zo onoverzichtelijk en groot dat we er niet helemaal uitkomen. Dus we volgen gewoon een beetje de rest. Maar Joost houdt er wel van om het allemaal goed te snappen. En dat lukt niet echt, hè? Ja, maar we moeten naar Yuang Yayi. Maar dat staat dan weer twee keer op het bord. Oh. Nee, maar dat... En dan hebben we een kaart ook met alle maar het ene is Yuan Yayi en het andere is Yang Yayi. Oh ja. Nee, mijn Chinees is zo. We moeten naar Yuan. Oké. Dus met de A. Ik vind het mooi hoor, maar al die Chinezen, die lopen te boeren, te roggelen, schreeuwen. Ik ben er wel weer klaar mee. Dit stukje is vooral bekend van de natuurlijke brug die je hier zo ziet. En het is echt denk ik wel een paar honderd meter naar beneden. En je ziet allemaal de druppels vallen van die planten. Mooi. Het is zo hoog dat het denk ik bijna niet op film te zien is hoe hoog het is. Net stond er meer dan 350 meter hoogte. We zijn vanaf het punt waar we net waren weer een klein stukje met de bus gegaan. En nu zijn we bij een lift aangekomen en die, ik weet niet hoeveel meter, maar die gaat keihard naar beneden. En het is een glazen lift, dus daar heb je ook een heel mooi uitzicht. En het is hier gewoon best wel lekker rustig. Net was het echt chaos, echt. We werden er gek van. Mensen dringen, duwen, schreeuwen, nou, noem het op. Maar we gaan nu dus met de lift en we gaan het nu aan jullie laten zien. Het duurde dus 1 minuut, 326 meter waren we. Oh, kijk. Super mooi. En nu naar beneden en eigenlijk ook wel heel indrukwekkend. Joost gaat het even laten zien, denk ik al. Oh, we zijn weer op de kamer. Het was een hele tocht. Ruim 15.000 stappen zag ik net op mijn Fitbit. En nu ben ik kapot. We zien jullie morgen. Morgen, de volgende dag in Zhang Yai. En ik zei net al tegen Joost, het lijkt net een beetje een wintersporthotel. Dit zo met dat hout allemaal. Dat is wel grappig. Maar gisterochtend hebben we dus al ontbeten met noedels. En jullie mogen raden wat we nu dus weer te ontbijt krijgen. Er is geen keuze, maar we wisten op zich wel dat we er natuurlijk een keer aan moesten geloven. Want hier in China, of eigenlijk in heel Azië, ontbijten ze natuurlijk altijd met noedels of rijst of iets. Nou, gisteren vonden we het wel heftig omdat het heel pittig was. Dus nou, daar gaan we weer. Kwart over negen, 's ochtends. Kan gewoon. Even de dagelijkse lunch komen. Voordat we het park in gaan, neem even wat te eten mee. Want je kan daar natuurlijk alleen maar weer kippen, koppen, of McDonald's. Schapenpoten of McDonald's. Nou, en ik mag het allemaal niet van mijn vuur, dus. Nee. Ja,
dit is allemaal cake en zo, maar goed, voor ons prima. Ja, doen we zo meteen lekker picknicken. Ja, of wil je hier nog iets van? Ja, we hebben echt van zoveel dingen geen idee wat het is. Gisteren zijn we hier begonnen. We zijn helemaal zo buitenom en uiteindelijk hier met de lift naar beneden gegaan. Nu gaan we met de bus hier naartoe. Vandaag gaan we weer met die bus en dan gaan we hier naartoe. Gaan we helemaal langs deze rivier wandelen. Tussen de 5 en de 7 kilometer ongeveer. Dus let's go. Best wel wat andere mensen, dat heb je ook al kunnen zien. Maar nu zijn we denk ik 2 kilometer het pad opgelopen. En zijn we dus al minutenlang niemand tegengekomen. Weet je waar het tijd voor is? Onze cake! Deze doen? Ja. Je moet goed opletten op de apen, want die had alles uit de handen. Zie je dat? Ja. Ik zie nog geen apen. Ik zie nog geen apen. Eentje. Maar leuke tocht. Het is vooral lekker rustig. Ja, weinig toeristen. Echt lekker. Volgens mij moeten we nog 2 kilometer of zo. Ja, zoiets denk ik. Ja. Dus we gaan nu even eten. Dan ga ik even plassen en dan gaan we weer door. Oh, die wc was smerig. Echt heel smerig. Ja, ik was gewoon overal plaslach en je rook alleen maar urine. Al die mannen zitten gewoon lekker gehurkt daar en het was echt zo'n urinoir, maar een soort, gewoon een soort waterval dat iedereen op een soort rooster naast elkaar moest staan. Heel smerig. Hey, we hebben hem gehaald. We made it. Mijn Fitbit zegt 7,8 kilometer. We hadden natuurlijk al een klein stukje gelopen naar het park toe. Dus het was denk ik iets meer dan 6. Ja, zoiets. En nu ga jij weer plassen. Wacht, we blijven plassen. En dan gaan we eens kijken hoe we weer richting bewoonde wereld kunnen komen met een bus. Ik zie wel bussen, maar of die de goede kant op gaan, dat is natuurlijk altijd weer de vraag. We gaan eens kijken. Het is allemaal zo onduidelijk hier. En? Oh, het is zo'n lastige kaart. Maar we denken dat we nu de goede kant op lopen. Hopelijk vinden we hier een bus die ons weer terug kan brengen. Yes, de bus hebben we gevonden. Maybe not. Ja, maar wanneer die gaat, dat weet ik niet. Het kan nog een uur duren, maar ach ja, we zijn blij dat we hem gevonden hebben. Als we zo bij... zeg maar weer terug zijn, dan is het echt wel even tijd voor een middagslaapje. Maar we hebben wel 10 kilometer gelopen nu. Ja. I keep you healthy. Ver genoeg. So I need to make you walk. Yeah. 2 hours later. Zo, dat was een heerlijk middagdutje. En het is nu, hoe laat is het? Kwart over 4. En we hebben dus lekker gechilled, want we waren best wel moe. En we hebben net even op TripAdvisor gekeken voor een leuk restaurantje voor vanavond. Maar we waren er eigenlijk al zelf wel achter, dat is hier gewoon niet echt. En dat vinden we best wel jammer. Maar ja, we zijn er ook best wel klaar mee. En we moeten morgenochtend om 7:30 ook weer vroeg de deur uit. Dus we hebben besloten om even naar de supermarkt te gaan. Dan gewoon eventjes wat kleins te halen en dat hij lekker op de kamer op te eten. En dan gaan we lekker vroeg het mandje in. Dus nu eerst eten halen. Hey, wat dacht jij? Ik hou mijn pyjama lekker aan. Ja, nee, maar echt, hier in China kan alles. Dus, maakt niet uit. Maar het is wel weer aan het opklaren. Beetje jammer dat we weggaan.
Okay, dit is dus. Dit is dus een beetje de omgeving waarin we zitten. Ja, dat is wel leuk om te zien. Daar is ons hotel, dat is onze kamer. En dit is de straat. En hier zijn al die bussen waar al die Chinezen worden afgezet voor het park. Wat zei je nou als laatst? Dat hier al die Chinezen worden afgezet met die bussen. Oh ja. Kom, we gaan boodschappen doen. Ik vertelde het in Boedapest al, maar ik vind altijd buitenlandse supermarkten heel leuk. Ze hebben hier bijvoorbeeld barbecue vlees smaak en Italian meat. Maar ze hadden gisteren, misschien hebben ze hier ook wel. Nee, hadden ze dus ook lime smaak van chips. Je denkt, oké, lekker. Not. Oké, jullie hebben natuurlijk nog een roomtour te goed. Dus filmen we nog eventjes voordat we hier weer weggaan. Hier hebben we gelijk de badkamer. Met gezellige hartjes. Aan de laatste hebben we dus elke keer weer een eigen badkamer. Super fijn. Dit kan hier blijkbaar in China voor deze prijs. We betalen hier €21 per nacht, inclusief noedelontbijt. Nou, dat wil je hoor, jongens. Ja, het is best wel knussig. Maar ook wel weer ruim, dus dat is fijn. En hier heb je dan het raampje. En dan ben je weer buiten. Soms meer daar en de ecostudie. Even zien waar we zaten. Dus. Nou, dan gaan we nu even lekker eten koken. Eten koken? In wat heb je gekocht dan? Ja, laat maar even zien. We hebben de keuze tussen. Een excellente maaltijd. Chicken noodles of. Ja, een of andere noodles met heel veel peper staan erop. Oh. Hmm. Dus eet smakelijk. Week weg en we zijn zelf bijna een noedel geworden. Ja, echt hè. Maar laatste avondmaal hier. En wat voor eten? Conclusie? En dat vieren we met noedels. Conclusie, supermooi park. Heel druk. Maar druk, dat komt eigenlijk wel terug in eigenlijk al onze vlogs. Ja, is gewoon, China is gewoon chaos. Dat echt is echt waar. Maar we beginnen er wel meer aan te wennen dat het overal gewoon druk is. En op zich vielen hier de rijen wel heel erg mee. Alles was wel snel geregeld met bussen en nou ja, gewoon allemaal wel snel. Ja, en verder, ik vond dit park echt een aanrader. De dorpjes hier omheen zijn niet heel spannend. Vandaar dus ook dat we nu aan deze zitten. Maar het park zelf, de natuur, echt heel mooi. Ja. Morgen gaan we weer door naar een ander natuurpark. En dat schijnt iets meer backpacker, iets hipper, iets minder toeristisch. Dat het daar een beetje gezelliger is. Ik ben aan het praten. Oh, ik hou mijn mond. Dus we hopen dat we daar iets meer op een terrasjes kunnen. Of op een terrasje, op een terras kunnen zitten. En iets meer gewoon chill. Het is de 28 graden nu. Misschien kunnen we daar zelfs een beetje zonnen. Ja, maar het is ook alweer. Het is ook alweer tijd. Dus wij zeggen weer tot dan. Wil jij je dingen naar binnen slurpen? China mag dat, hè? Dat slurpen dus. Oké, doei!